Bij een onderzoek naar de financiële situatie van studenten zijn 500 studenten ondervraagd. Van deze studenten hadden er 80 een betalingsachterstand. Vraag A. Bereken het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de proportie studenten met een betalingsachterstand. Ik moet het 95% betrouwbaarheidsinterval uitrekenen. Je weet dat er op de formulekaart hier een stukje over staat. Die zal ik er even bij pakken. De formulekaart kan ik eruit 2 kiezen. Nou, er wordt hier heel duidelijk gesproken over een proportie. Daar hoort natuurlijk die eerste formule bij. In de tweede formule praat ik over x gemiddeld en de s, de standaardafwijking. En dat zit hier niet bij. Dus deze formule hebben we nodig. Zelf gebruik ik heel graag, heb ik dit in mijn hoofd. P min 2 keer de standaardafwijking. P plus 2 keer de standaardafwijking voor de 95% betrouwbaarheidsinterval. Wat natuurlijk overeenkomt met de formule zoals die op de formulekaart staat. Nou, het eerste wat ik uit moet rekenen is mijn P. De P gaat altijd om dat deel van de steekproef die een bepaalde eigenschap heeft. En ik ga hier kijken naar betalingsachterstand. Dus ik doe een steekproef van 500 studenten in de tekst. Dat is natuurlijk dan de N. En 80 hebben de eigenschap betalingsachterstand. Dus dan vind ik dat mijn steekproefproportie gelijk is aan 80 gedeeld door 500. Nou, kun je een kommagetal zetten. Je mag hem ook als breuk laten staan. Jullie vinden het kommagetal vaak fijner. Oké, ik heb nu de steekproefproportie, de P. En nu moet ik nog de standaardafwijking uitrekenen. Nou, op de formulekaart is de standaardafwijking is dat achterste stukje. Dus ik ga met behulp van de P ga ik nu de standaardafwijking uitrekenen. Is P 0,16 keer 1 min P gedeeld door het aantal. Nou, dat waren in totaal 500 in de enquête. En daar de wortel uit. Dan krijg ik als standaardafwijking 0,0163 met de heleboel cijfers achter de komma. En je weet, hè, je kunt dit in de rekenmachine, dan heb ik het over de Casio rekenmachine, kun je dat opslaan in een geheugenplaats. Je gebruikt de pijltjestoets die vlak boven de Excel-knop zit. En dan sla je dit bijvoorbeeld op onder de letter A, zodat je het steeds kunt gebruiken. Een andere optie is, je mag elke letter gebruiken, maar ja, de A zit lekker dichtbij. Je mag natuurlijk ook even de S doen van standaardafwijking. Die werkt misschien gemakkelijker. Oké, wat krijg ik nu? Ik krijg nu de linkergrens, P min 2 keer de standaardafwijking. Oftewel 0,16 min 2 keer die 0,0163. Op de rekenmachine, hè, stel voor dat ik hem onder de letter S heb bewaard. Op de rekenmachine tik ik nu in 0,16 min 2 keer S. En dan rekent de rekenmachine het voor mij uit en die houdt de rekening met alle cijfers achter de komma. Nou, gaat het afronden op 3 decimalen. Krijg ik daar 0,127 uit. Nou, P plus 2 keer de standaardafwijking, 0,16 plus 2 keer 0,163. De rekenmachine tik ik in, hè? 0,16 plus 2 keer A. En op 3 decimalen wordt dat 0,193. Dus het betrouwbaarheidsinterval voor de P, hè, de steekproefproportie, wordt dan 0, oh, ik ben een getalletje vergeten, moet 127 zijn. 0,127 tot 0,193. Oké, gaan we naar vraag B. Oké, vraag B. Een deel van de studenten werd ook gevraagd of ze rood stonden. Het bleek dat van de studenten die rood stonden, de helft meer dan 700 euro rood stond. De onderzoekers berekenen voor de proportie studenten die rood stonden het 95% betrouwbaarheidsinterval. Bereken het aantal studenten in de steekproef dat meer dan 700 euro rood stond. Oké, wat is nu het probleem? Een deel van de studenten werd gevraagd of ze rood stonden. Ik weet niet hoeveel. Dus het aantal in de steekproef, dat weet ik niet. Geen idee hoeveel ze ondervragen. Maar van degenen die rood staan, dus uit die steekproef, staan er een deel niet rood. En een deel die staat wel rood. En van het deel wat rood stond, was meer dan de helft. Nou, laten we zeggen de helft. Die stond meer dan 700 euro rood.
euro rood. Mijn pen doet het niet helemaal. 700 euro rood. Uiteindelijk willen ze weten het aantal studenten dat meer dan 700 euro rood stond. Ik zal het met rood aangeven. Uiteindelijk willen we deze hebben, die met het kruisje. Maar ja, die weet ik niet, hè, want dat is er een die ze vragen. En om die te kunnen berekenen, heb ik nodig dat ik weet wie er rood stond. Maar ja, om dat weer te weten, moet ik weten hoeveel er in de steekproef hebben meegedaan. Want ik weet ongeveer wel het interval van wat er rood stond. Het interval van de P. Dus die P, de proportie die rood staat. Het is het deel wat rood staat. Gedeeld door het totaal. Ik weet tussen welke grenzen dat in zit. Namelijk tussen de 0,099 en de 0,176. Maar ik weet het niet. Want ik weet het totaal ondervraagde weet ik niet. Nou ja, wat kan ik allemaal uitrekenen als ik wel het betrouwbaarheidsinterval heb? Ja, dan gaan we de andere kant op rekenen. Normaal gesproken begin ik bij de N en ga ik naar betrouwbaarheidsinterval. Nu begin ik aan het eind en moet ik terug gaan rekenen. Wat ik wel weet is dat dat betrouwbaarheidsinterval, ja, dat P min 2 sigma, P plus 2 sigma, dat tussen die grenzen zit precies 4 keer de sigma. Ja, want de P die zit in het midden, er wordt 2 sigma bij opgeteld, er wordt 2 sigma van afgehaald. Dus in totaal tussen links en rechts zit 4 keer de sigma. Dat betekent dus dat ik de sigma kan uitrekenen. De P kan ik ook uitrekenen. Want ik weet, die P die zit precies in het midden van het interval. Dus als ik voor die P de linkergrens plus de rechtergrens optel en deel door 2, dan heb ik de P. Nou, dit ga ik eerst doen en dan laat ik daarna zien hoe je aan het totaalaantal ondervraagden kunt komen. Oké, eerst de P. Ik neem de linkergrens van het interval en ik neem de rechtergrens van het interval. Nou, ik blader even terug naar de tekst. Dan zie ik de linkergrens is 0,099. De rechtergrens is 0,176. Die tel ik bij elkaar op, deel ik door 2. De P zit altijd in het midden. 0,1375. Nou, dan wil ik nog de standaardafwijking hebben. Nou, tussen de linker en de rechtergrens zit 4 keer de standaardafwijking. Dus wat doe ik? Ik deel de linkergrens, daar haal ik de rechtergrens vanaf. En dat deel ik vervolgens door 4. Dan vind ik een standaardafwijking van 0,01925. Dus standaardafwijking is 0,0912. Wat heb ik hier nou aan? Nou, weten jullie nog die formulekaart? Ik pak hem er weer even bij. Hier is die. Ik heb nu uitgerekend dat dit achterste stukje, dat is de sigma. Die weet ik nou. En als ik dit ook het interval erbij pak, 0,099,0176, de rechtergrens, dan weet ik dat als ik de P neem en ik tel daar 2 keer de sigma weer op, dat daar precies die 0,176 uitkomt. Want zo reken ik de rechtergrens uit. En de P heb ik net uitgerekend, die is 0,1375. Plus 2 keer de sigma. Ja, ik weet sigma wel. En als ik hier die 0,09125 invul, dan gaat het niet goed. Dus die haal ik gauw weer weg. Zo. Keer de wortel uit. P, 1 min P, gedeeld door N. Hier komt 0,176 uit. Nou, dit stukje weet ik precies hoe groot het is. Dat heb ik namelijk net uitgerekend. Dat is die standaardafwijking. Dus ik heb uitgerekend dat P1 min P gedeeld door N precies gelijk is aan. Nou, terugbladeren. 0,09125. Oké. Nou, in dit ding, ik weet ook de P. Want die heb ik ook uitgerekend. Weer terugbladeren. P is 0,1375. Zo. Vul ik hierin. 0,01375 keer 1 min 0,1375. Gedeeld door de N die ik niet weet. Daar de wortel uit is 0,09125. Dus wat heb ik gedaan? Even weer terug. Ik heb een verhaal.
Een deel van de studenten werd gevraagd of ze rood stonden. Ik weet niet welk deel dat is. Maar uiteindelijk moet ik daarmee gaan rekenen. Ik moet dus uitvogelen wat mijn n is. Ik ga kijken wat kan ik allemaal wel uitrekenen. Als ik het interval heb en ik heb een linkergrens en een rechtergrens, dan kan ik daarmee kan ik mijn p uitrekenen. En ik kan ook de standaardafwijking uitrekenen. Dus dan ga ik terug naar de formule. Ik heb nu de standaardafwijking, dat is dat stuk wat blauw is. Ik heb hier de p, die groen is. Nou ja, dan moet ik de n uit kunnen rekenen. Dus dat doe ik hier. Ik heb hier die formule staan. P keer 1 min p gedeeld door n is 0,09125. En ja, je kunt het met de hand uitrekenen, maar het mag gewoon met de rekenmachine. Je zet de linkergrens, of de, sorry, de linkerkant in I1, de rechterkant in I2. Op de plaats van de n gaan we natuurlijk een x zetten. En we gebruiken de optie gsolve intersect. Ja, en dan moet je nog, hè, om dit op te kunnen lossen, wel even je window goed instellen. Zo. I2 is 0,09125. Die wil je graag dat die lijn erin past. Dus als je nou zorgt dat dit twee keer zoveel wordt, bijvoorbeeld 0,18, dan past die lijn van 0,09125 past erin. Nou, gaan we horizontaal kijken. De x-as, ja, de x, dat is de n. Dus het aantal mensen dat ik ondervraag. Nou ja, de totale enquête waren er al 500. Dus dan is het handig als ik mijn x ook tot 500 neem. Want dan, en ik weet niet precies hoe die eruit ziet, maar dan komt daar netjes die grafiek in en kan ik dit snijpunt kan ik uitrekenen. Nou ja, ik doe I1, I2, dies of intersect op de rekenmachine. En dan rond ik af natuurlijk naar gehele. Dan krijg ik x is ongeveer 320. Ja, waar was ik nou mee bezig? Dit is een aantal mensen wat ondervraagd wordt. Hè? Dus er worden 320 mensen worden er ondervraagd. En een deel hiervan staat rood. Ja, hoe kom ik aan dat deel? Ja, dat is precies die steekproefproportie. Die is 0,1375. Want hoe kom je eigenlijk aan dat getal, normaal gesproken? Nou, neem je de mensen die rood staat, delen door het aantal wat je ondervraagt. Zo, het aantal wat je ondervraagt. En ja, het aantal mensen wat er rood staat, dat weet ik niet. Maar het aantal mensen wat ik ondervraagt, weet ik wel. Dat zijn er 320. En daar komt uit 0,1375. Nou, dan wil ik het hebben, het aantal mensen wat ik rood sta. Ja, of je weet nu direct wat je moet doen. Of ja, ik zet er vaak even een sommetje bij waarvan ik wel weet hoe het werkt. He, ik wil graag die bovenkant hebben, die 8, dus die streep ik even weg. Hoe kan ik aan 8 komen? Ja, moet ik natuurlijk 2 keer 4 doen. Dus het aantal mensen wat rood staat is 320 keer 0,1375. Nou, dat zijn er ongeveer 44. En dan staat er de helft hiervan stond meer dan 700 euro rood. Nou ja, de helft van 44, dat zijn er 22.